Welkom allemaal. Hallo, hallo. Bij deze nieuwe update, product update nummer 147. Tuinfluis, kun je wel zeggen. Nou, we zitten eind november, de vorige was september. En we hebben deze er even tussendoor geduwd. We moesten echt, hè? Duwd, ja, we vonden dat we er echt voor moesten maken. Eigenlijk, het klinkt weer stom, maar we zeggen het vaker, hadden we daar niet echt de tijd voor. We hebben genoeg te doen. Ja. Maar zoveel te doen dat we het werk gewoon niet afkrijgen. De nieuwe producten niet online krijgen. De video's niet gemaakt krijgen. Wellicht ook echt heel veel. Er liggen spullen nog steeds van augustus. Maar dat heeft ook met de tijd wat jaar te maken. November, december, Sinterklaas, kerst. Ja. Dus het is gewoon ontzettend natuurlijk ook qua bestellingen en ook in de winkel met aankopen. Dus dat is hartstikke fijn. Ja, dat is ook zo. Top. Niks te klagen. Maar ik heb ook bij een hele stoel hier echt gewoon een bommetje vol. Ja, en de wijn gaat ook goed. Ja, zeker. Dus, wie brandt het eerste los? Nou, doe jij maar. Jij hebt ervoor geleerd. Nou, dat valt er mee. We gaan proberen. Even kijken hoor. Ik heb hier namelijk een mooi rood zakje. En in dat zakje, daar zitten een aantal munten, zoals je ziet. Een viertal Chinese munten. Stel voor dat je die munten op je hand legt, zeg maar op een rijtje, zoals hier. Zo. Met dit, zie. Dan kun je je hand dichtmaken, je andere hand ook. En doe je. En dan verspringt één munt van de ene naar de andere hand. Dat kan dus gebeuren. Dat is eigenlijk het idee. Dus je hebt één munt, je hebt twee munten, je hebt drie munten hier. En één munt hier. Nou, stel voor, als je laat je handen weer, doe je dit. En dan hoor je munt nummer twee komen. Je hoorde hem ook, hè? Niet met het mooiste geluid, maar hij kwam wel. Dan hebben we één munt hier, twee munten hier. En twee munten hier. Dan gaan we er eentje met meer geluid proberen. Kijk. Je hoort hem komen. 1, 2, 3. Hoe is het mogelijk? En nog maar één munt hier, zie. Elma, hou je hand even op als je wil. Dat is 1, dat is 2, dat is 3, dat is 4. Ik neem er eentje weg, mag jij je hand even sluiten. Deze munt gaat in mijn hand. Ik blaas, de munt verdwijnt spoorloos. Als jij in je hand kijkt, zitten er daar. Ja echt, zitten er daar gewoon 4. 1, 2, 3, ongelooflijk. 4. Nou. Hier, we hebben al vaak genoeg een Coin to Cross laten zien. Leuk hoor. Dit is een Coin to Cross setje Chinese munten. Deze hadden we een tijd lang niet meer. Dus we hebben ze nu weer terug op voorraad. Schitterend mooi. Ja, je kan ook de dinges mee. De Matrix mee. Ja, je kan eigenlijk van alles mee doen. Je kan inderdaad ook, moet ik even denken. Dat was even niet zeg maar. Je kan bijvoorbeeld dit soort dingen doen. Inderdaad, dat de munten hier verdwijnen. Ja, dat is mooi hè. Hier verdwijnt. Ja. Of dat die... hier op het vind ik echt heel kan mooi. In principe ook allemaal. Dus ik kan allemaal. Ja. Maar dat was even niet de bedoeling. Nee, ik vind dat heel mooi. Dit vind ik echt heel mooi. Maar doe mij een beetje denken aan de set die we ook gewoon verkopen. De dollar versie. Met de Morgan Dollars replica's. Ja, hetzelfde idee allemaal. Dus je krijgt hetzelfde hulpmiddel erbij. Ja. En vier mooie munten zoals je ziet. Sluit allemaal heel fijn aan ook. En deze set kost €49. Eigenlijk hetzelfde als de Morgan Dollar replica set. Die verkopen we heel veel. Je krijgt er online video instructies bij, zowel van de routine die ik net deed, de David Roth Coins Across. Je krijgt een versie van Leon, die is nog makkelijker in de handelingen. En je krijgt een matrix uitgelegd. Dus je krijgt eigenlijk alles uitgelegd wat je maar moet weten. Even kijken, mijn zakjes. Ja. Gevallen. Mooi setje. Dus Coins Across set, Chinese munten. Coins. Een aanradertje. Ken jij mijn oma? Nee. Nee. Ik heb iets meegenomen van mijn oma, want mijn oma was altijd gek op haken. En zij kreeg het dan ook voor elkaar, dat vond zij leuk om te doen, in van die hele mooie spreien, om daar ook kralen aan toe te voegen. Leuk, hè? Dus nou, ik heb spulletjes georven van mijn oma. Ja. Waaronder deze twee touwtjes. Veters. Veters eigenlijk. Ik heb iemand wel eens horen zeggen... Heel zacht. Ja, van die vliestrui. Heel zacht. Veters. Drie kralen erbij en hiermee gaan we het volgende doen. Ik zal de touw even recht doen. Zou jij ze alle drie willen vasthouden en mij zo dus eentje willen geven? Heel goed. Dan frummel ik ze door het gaatje heen. En dan kan je ook zien dat ze ver door de vliestrui veter gaan. Zie je? Doe jij dat? Nou, zo een eentje pakken. Mag jij de laatste doen? Ja, is goed. Zie je dat het toch helemaal oefen? Helemaal doorheen. Oh, even lang. Anders. Ja, op. Doe jij de laatste maar nee. Dan zullen we zien dat er zo meteen drie kralen aan mijn oma's veters zitten.
Doet me ook een beetje... Super eerlijk. Ja, hè? Doet me ook een beetje denken aan... Rasta haar. Ja. Oké, okay. Zou je je hand even open willen houden? Nee, ik ga ze nu hier even instoppen in jouw hand. Heel ver. Ja, zo. Dat is makkelijk. Oké. Okay. En ik doe er even een knip in. Zie. Hop. Gevangen. De kralen zitten nu echt gevangen in je hand. Sterker nog, je hand zit gevangen in de veters. Maar let op. Ik pak hier de puntjes. En hier de puntjes moet jij eens opletten wat er gebeurt. Wat? Ik trek de veters volledig uit de kralen. En allemaal zitten geen dubbele bodems in. Nee, gewoon een veter en drie kralen. Dit is het trucje Grandma's Miracle. Ja. Bij Chengyang. Al vaak uitgebracht, is een hele oude truc. Hij heeft ook in goocheldozen gezeten, toch? Volgens mij. Heeft hij wel eens in goocheldozen gezeten? Zou kunnen, maar heb ik niet zelf gezien. Okay. Maar hij is Den Halen had ook ooit een versie. Er zijn heel veel versies van geweest al. Maar dit is qua design van de veters sowieso slim gemaakt. Waardoor je transparante kralen kunt gebruiken. Ja. Dat kan helemaal niet. Ja, nee, dat kan helemaal niet. Dan zie je het geheim. En nu zie je het gewoon niet. Nee. En dat is mooi. Fantastisch ding. Makkelijk te doen. Makkelijk te doen. Ja. TCC, klopt dat? Ja, van TCC. Ja. 39,95 met video-instructies. Absolute aanrader. Een instant reset. Dus we hebben opgeborgen nu. Als je zegt, doe nog een keer, pak je hem weer nog een keer. Niks weg te werken, niks toe te voegen. Het is gewoon dat wat het is. Absoluut een aanrader. Wat hebben we nog meer? Ik heb hier een... kunnen we het zien tegen onze zwarte trui? Ja. Een zwart soort van kruis, zeg maar. Aan de andere kant is niet zwart, die is als een cadeautje, zeg maar, ingericht. Nou, stel dat je dat op je hand legt, zo op deze manier. Zo. Je maakt alle flapjes dicht. Dan kun je iets wensen, zeg maar. Bijvoorbeeld, je kunt zo heel lang een nieuwe auto, maar die past hier niet in. En dan zou je dat tevoorschijn kunnen halen. Een nieuwe auto? Ja, dat zei je er pas van niet in. Past er niet in. Maar zou het wel werken? Ik wens een nieuwe auto. Oké. Okay. Ja. Het is wel een nieuwe auto. Mooi. Ja, dit is wel heel leuk, hè? Wat? Het is zo leuk, ja. Nou, dit is de Illusion Box 2. Nou moet ik erbij zeggen dat ik verbaasd was, want ik zag eergisteren dit item ook online komen onder een andere naam, de Appearing Car. Dus de vraag is, welke was er eerst? Dat weten we niet, maar dit is de Illusion Box. De Appearing Car heeft een heel zwart doosje aan de kanten. Dit is mooi, binnenkant zwart, buitenkant bedrukt als cadeautje. Vind ik persoonlijk leuker, vind ik ook qua optiek beter. Maar dit is in ieder geval een leuk ding. 29,95. Je krijgt een autootje erbij, maar stel dat je zegt, nee, ik wil liever een mini kubus gebruiken. Kan ook. Ik wil een pepernoot gebruiken. Ja, maar je kan hem bijvoorbeeld ook gebruiken, volgens mij redt hij dat ook nog, met een korf in de car. Of dat ding van Tenjo. Ja, je kan ook alles wat je gelijk een volgende truc doen. Ja, eigenlijk in principe alles wat in je... Wat in het doosje past. Wat in het doosje past, nagenoeg alles kun je gebruiken. Ja, zeker. Maar dan zou je het door kunnen pakken naar een truc toe of zo. Ja. Dacht kijk, alleen het enige wat moet letten is, van voren is prima. Ja. Zijkant, ja, is ook leuk, maar dan zeg je publiek, zegt applaudisseert omdat ze goed vinden hoe jij dat hebt gedaan en te weten tevens hoe het werkt. Het is met recht een illusie. Ja, precies. Ja. Nou, in 29,95 is voor mij. 29,95 vind ik een prima prijs, helemaal compleet, met video-instructies erbij. Heb ik nog wat? Wat leuk? Ja, ik ook heel goed. Ik heb er nog 20 of zo. En ik wil het hebben over een boek hebben. Ik wil het hebben over Switch. Switch, die heb ik denk ik al. Het is geen nieuw boek, want ik heb hem zelf al 2 jaar in mijn collectie zitten. 2 jaar, 1,5. Maar ik heb hier al veel uit gelezen. Voor de mensen die de Modern Coin Magic kennen, waar alle trucs over munten van Bobo, alles over geschreven is over munten, is dit eigenlijk de Bijbel als het gaat over trucs met biljetten. Ja. In welke vorm dan ook, of het dan gaat om mentalisme, om veranderingen, om verschijningen, alles wordt hierin in beschreven. Zowel voor close-up als voor stage dingen met geld. Ja, ik vind dit waanzinnig. Ja. Het boek heet Switch. Als je iets met biljetten doet, gevolgd op een muntenroutine of voor, het kan allemaal, dan is dit wel het boek om de inspiratie uit te halen, vind ik. Ja, het wordt de basis, zeggen ze, Unfolding the Bill Switch, oftewel alles over het verwisselen van bankbiljetten. En het kan op alle mogelijke manieren, dat kan met een hulpmiddeltje in je hand, dat kan zonder hulpmiddeltje, het kan open liggen, het kan werkelijk van alles. En daarbij liggen nog allerlei andere trucs. Wat mooi is, het boek is geschreven door John Lovitch. Maar je hebt onder andere, ik denk dat het opstaat, David Eagle, Richard Sanders, Jay Senke, John Allen, Max Maven, John Allen, Michael Emmer,
Gatenbloem hebben allemaal hun bijdrage daarin gestopt. En je hebt een flink dik boek voor een hele goede prijs. Hier staat op 60 close-up trucs en stand-up routines. Ja, met meer dan 700 illustraties. Ja, mooi hoor. En volledig in het Engels. Dat wel, ja. Torn en Restored over werkelijk van alles. Ja, het is op dat gebied. Waanzinnig boek. Vind ik heel mooi. Qua prijs vond ik hem ook meevallen voor wat je ervoor krijgt. Want je koopt niet een trucje, je koopt hier dus 60 trucs. Ja. Zeg maar. En hij kost? 49,95. Nou. Reken uit hoeveel dat per 85 cent per truc of zoiets. Ja. Dat moet je heel snel uitgerekend hoor. Ik kan hem langs zetten. Sinterklaas cadeautje. Switch! Dan heb ik hier een klein tafeltje. Een klein zwart tafeltje. Dan zet ik hier even zo neer. Een altaartje lijkt het wel. Ja, zo'n altaartje is het. Ik heb hier een, nou als je het op je deur zou plakken, heb je een brievenbus. Dat vind ik voor kabouter formaat. Iets lager hangen. Dat past hier zo mooi bovenop. Zo. Dan heb ik een transparant kastje. Met dat kastje kun je alles mooi afdekken, zeg maar. Zo. Dus een doorzichtige truc. Ja, precies. Net als die kralen van net. Ja, precies. Daaromheen gaat een elastiekje. En dat zorgt ervoor dat alles op zijn plek blijft en ik dat ding niet zomaar weg kan tillen. Je kan het ook gewoon laten zien. Zie, alles is echt gewoon helemaal empty, zeg maar. Let goed op, want het doosje is leeg. En het kokertje wat ik hier heb is ook hartstikke leeg. Dan zet ik dat kokertje eroverheen en het past er precies over. Dus ik moet even een beetje... Ja, zo. Laat die eroverheen zakken. Dan doe ik dit. En dan geloof ik niet wat er gebeurt. Maar dan is er plotseling een munt verschenen. Jawel, een echte... 2-euro-munt. 2-euro-munt, zie daar. Een echte 2-euro-munt. En het mooie is, je kan hem het hele ding gewoon weer uit elkaar halen. Zie, je hebt een tafeltje, je hebt dit onderdeel, je hebt dit onderdeel en dit. Ongelooflijk. Mystery Showcase van Tenjo. Leuk, hè? Mag je het, of kun je het laten onderzoeken? Nee, dat niet. Je kan hem allemaal open laten zien. In ieder geval op het laatst vind ik dat kan het wel, maar je kan het niet laten onderzoeken. En theorie zou dit allemaal wel onderzocht kunnen worden, maar de tafel zelf niet. Maar het is, als Tenjo-fan, laat ik het zo zeggen, vind ik dit jaar dit de meest Tenjo-achtige. Met Tenjo-achtige doel ik even op het verleden toen ik begon met Tenjo's kopen, vond ik allemaal die schuiven, bewegende delen, kastjes, dingen die bodems die openklapten. Jij bent fan van de mechaniek, dat, zeg maar. Van de mechaniekjes vond ik dat geniaal. En dit is dit jaar de enige die echt zo'n soort mechaniek heeft, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is dus de eerste uit de serie van Tenjo, de Mystery Showcase. Mystery Showcase kost €23,95. Ik zal de verpakking ook even laten zien, dan weet je een beetje hoe dat eruit ziet. De Mystery Showcase. Overigens, alle Tenjo-effecten bevatten een Japanse instructie. Maar op elke instructie staat op de laatste pagina onderaan staat een linkje. En dan kun je gewoon de Engelse instructie downloaden. Ja. Dus dat is allemaal geen probleem. De Mystery Showcase. De Mystery Showcase. Ja. Nou, we zitten dan toch in de Tenjo-hoek. Ja. Heb ik er, oké. Dat is deze heet... Shocking Pass. Shocking Pass. Ja. Ook uit de serie van 2024. En daar krijg je een mooi, moet ik hem even pakken, portemonneetje bij. Portemonneetje. Mag ik van jou geld lenen? En het liefst een eurotje of 20. Ik beloof je, ik zal je niet teleurstellen. Mijn telefoon hier wel liggen, maar moet ik even kijken of daar is wat ik... Ik heb 20 euro. Kijk eens, fantastisch. Nou, 20 euro, dankjewel, is dit wel een echte? Dat weet ik niet, maar het ziet er wel echt uit. Zolang mensen het aannemen, is er niks aan de hand. Fantastisch. 20 euro. En die, ja, ik stop hem wel in mijn portemonneetje. Ik stop hem wel in mijn portemonneetje. Let op, daar gaan we. Eén voordeel, uiteindelijk is het ook mijn portemonnee. Dat is waar. Die erin, hop. 20 euro. En ik vind dit een mooi visueel effect, want ik ga er namelijk wat moois mee doen. Ik ga namelijk hem voor jullie laten veranderen. Van 20 naar 50. Oeh! 50 euro. Zal ik er voor je uithalen? Zie, ik ben de broertje niet. Alsjeblieft, 50 euro weer terug. Zie, breng al je geld naar mij, zou ik zeggen. Ja. nog een keer. Ja, leuk. Shocking Pass. Dikke, wat een mooi ding. Voor de kenners, je kan het een beetje denk, vergelijken met een Flick Wallet. Het is eigenlijk de Flick Wallet. Ja. De naam staat de foto staat op van het bedenken van de Flick Wallet. Alleen de Flick Wallet is mooie lederen portefeuille. Een mapje. Dit is plastic. Ja. Maar het mechaniek
is hetzelfde. Ja. En ik vind hem heel leuk visueel. Ik dacht dus ook dat van Tenjo dat deze het snelst online als een malle zou gaan. Omdat dit zo visueel is en fantastisch voor een leuk online filmpje. Ja, 29,95. Hij verkoopt het goed. Deze met Mystery Showcase zijn de meest verkopende. De maar ik denk ook weer, omdat daar... Ik denk het, omdat er een mechanisme aan zit. En sowieso geld. Doe dingen met geld voor je publiek. Wat? Dus, we hebben iemand die... we gaan elk jaar naar Blackpool. En iemand uit onze groep had dat ding ook mee vorig jaar. De Flag Wallet. En die deed allerlei dingen met geld. En die, op het laatst doet hij ook altijd verandering hiermee. Die mensen die dat zien, die worden helemaal gek. Serieus waar, helemaal gek. Ik bedoel, ja, ik heb hier 20 euro of 10 euro. Bam, 50 euro. Wat? Ja, het is alsof je het ter plekke bedenkt en dan is het helemaal natuurlijk een Zeker. Ja, 29,95. Dus ik aanradertje. Ja. Volgens mij kun je 5 van deze kopen voor 1 Flick Wallet. Dat klopt, ja. Dacht ik, want volgens mij zit hier rond 150 euro. Ja, kan overigens ook, staat hier achterop, je zou het ook met munten kunnen. Staat hier achterop? Ja, alles wat je in een mapje stopt. Of een kaart. Of een speelkaart, voorspelling. Ja. Ja, kan allemaal. Dus het kan allemaal. Ja. Ja. Mooi. Lekker opzij. Dan, want, ja, even kijken hoor. Ik heb hier even dit zo, of het andersom. Zo, dit is een rubberen mat. Even voor het idee. Het is nu 's morgens vroeg. We nemen deze update 's morgens vroeg op. Half 5. Dat we net niet. En gisteren hebben we besloten, wat gaan we doen in de update? Dat is al sneller als voorheen, want normaal was het s'morgens. Dat klopt. En toen zei oké, we willen een paar dingen laten zien, waaronder deze. Toen zei ik, maar die moet ik wel even oefenen. Dat heb ik gisteravond, had ik op beperkte tijd, even gedaan. Dus we gaan zien hoe dit eruit gaat zien. Maar waar het om gaat is eigenlijk... Elmer, hebben wij iets afgesproken? Nee, want ik kan niet, want hij waarschijnlijk... Weet je niet eens precies wat er gaat gebeuren. Nee. Want ik dacht zelfs dat de truc anders was dan wat ik nu ging doen. Daar bedoel ik mee, ik dacht dat je een kaart liet kiezen... dat komt door Japanse trucs. Dat je een kaart liet kiezen. En dat je dan de truc ging doen. Dat is niet het geval. Oh. Nee. Ik zal laten zien wat ik doe. Ik heb een spel kaarten. Maar dat zijn nog eigenlijk onbedrukte kaarten. Blanco kaarten. En het leuke is. Jij mag zelf een kaart bedenken. Nee. Ja? Ja. Ja, dat is daarom. Oké. Okay. Kijk, nou zou je iets afgesproken gaan hebben. Bijvoorbeeld, ik zeg, pak die kaart, die is makkelijk. Maar... Hij daakt me nu uit, dat hoop ik niet eigenlijk, maar hij daakt me niet uit om het goed te doen. Dus als dit zo meteen slaagt, is dit de première van deze truc ook voor mij. Ben benieuwd. Let op. Ik heb er één in mijn gedachten. Mag ik hem zeggen? Nee, ja, is wel handig. Harte 2. Harte 2. Nou, even voor het idee. Harte 2. Er zit wel een bedrukte kaart tussen trouwens. Oké. Die zal ik even neerleggen. Maar jij zegt harte 2. Oh kijk, nog een bedrukte kaart. Helemaal niet erg. Weet je wat we gaan doen? We gaan wat leuks doen. Al die blanco kaarten bij elkaar, zo, als je die pakt, dan zeg jij harte 2, hè? Kun je daar een soort van mee schilderen? Dat klinkt raar, want dit is eigenlijk een stukje van een schilderij. En als je nou dit doet, zeg maar, zie, dan zie je dat er een soort schilderij groeit. Dat ligt daar op de zijkant qua vorm, zie. En dan zie je dat er een soort schilderij zich vormt, zie. Ik raak de kaart met mijn vingers aan. Ik heb nogmaals niet geoefend. Maar in principe, als je het oefent, gaat dat super snel. Dat is een schilderij, ja. Zie je? Top, hop. Ja, fantastisch. Maar de vraag is, welke kaart heb jij gekozen? Harte 2. Oh, fantastisch. Nou, en dit is dus... Hey, mensen, het eerste keer, voor het idee, ik zal hem laten liggen. Anders dan, zo kan het wel. Een kastlachje, ja. Ja, heel mooi. Harte 2. Dit kan dus met elke kaart. Mensen noemen de kaart, bam, je doet het en de kaart klopt. Het is lachen, hè. Dus laat staan dat je dit 2 keer doet, of 3 keer, 4 keer, dan word je nog iets handiger. Maar ik vond hem van nu al, ben ik al meer dan tevreden. Wat krijg je? Je krijgt het speciale kaartspel. Kant en klaar. En het is... Dat is de moeilijkheidsgraad. Het is niet zozeer moeilijk. Eigenlijk is het helemaal niet moeilijk. Want, hoe moet ik dat noemen? Stel voor, je hebt een kaartspel wat... helemaal speciaal is, wat op een speciale volgorde moet liggen. Mm-hmm. Dan zou je zeggen, potverdomme, je moet elke keer een papiertje pakken om alles op volgorde te leggen. Dat is bij dit niet nodig. Er zit iets in het spel waardoor je zo op volgorde kunt leggen zonder dat je iets nodig hebt. En de reset, als je dat een paar keer gedaan hebt, dan weet je hoe je heel snel kunt resetten. Maar als je dat de eerste 2 keer denk je, wat moet ik allemaal doen? Maar in principe is het heel simpel, is hij eigenlijk nagenoeg gereset. Alleen,
de twee kaarten waarvan je de uitkomst zag, die moeten even terug op hun plek, laat ik het zo zeggen. Je krijgt dit erbij, dan zeg je waarom is dit? Omdat je wel een... ruwe ondergrond. Ja, want als je dit op een gladde ondergrond doet, ik heb hier gewoon een kaartspel voor het idee. Deze maat zou misschien ook werken, maar als je... Nee, snap je wat ik bedoel? En dat is dan als je dat hier doet. Ja, dit is mijn schuld nu. Beetje heel grof. Dat is waarom je rubber ondergrond hebt. Dus je kan ook, als je nou een klusupmat hebt, de achterkant van je klusupmat gebruiken. Ja. Maar vaak hebben die op allerlei oppervlakken gelegen. En is dat niet meer het mooiste en niet meer het schoonste. Ja. Dus dit krijg je er gewoon bij. Je krijgt dus het complete kaartspel, je krijgt de mat erbij. De instructies. Dus eigenlijk helemaal compleet. Dus dat was nummer 3 uit de collectie. En deze heet, moet ik even spieken, The Magical Picture. €23,95. En dat is tof hoor, want het gave vind ik dus echt dat je elke kaart kan produceren. Heel tof. En misschien moet er een beter verhaal bij, maar ik was al blij dat ik het nu dat vlieg kwam. Ja, dit is fantastisch. Ja, maar, goed hoor. Goed. Een wandteken noemen wij dat. Ja, precies. Hebben. En dan hebben we er nog eentje over uit die serie. Ja, die heb ik. Ja, die kunnen we even niet laten zien. En dat heeft gewoon ook de reden met vooral de drukte te maken. Dit is een vreemd iets, maar ik kan niet laten zien omdat ik niet weet hoe het precies in elkaar zit. Ik heb er nog niet mee gespeeld. Nee. Maar wat het is, is volgens mij een voorspellingstruc. Ja, je kan zeggen aan welke dieren dat mensen denken. En je hebt een boekje met dieren en het is in het Japans, maar dat maakt helemaal niet uit. Het gaat om de foto's die erin staan. En het is ook niet moeilijk, maar deze hebben we gewoon echt serieus geen tijd voor gehad. Nee. Maar het is een mentale truc, die ook gewoon in alle talen werkt, dus dat is allemaal geen probleem. Deze kost €20,95 en hij heet... Ja, die naam heb ik niet opstaan. Dat is het leukste van alles. Ik weet het nu niet uit mijn hoofd. Discovering Animals. Nee, dat staat gewoon een boekje. We hebben een heel lijstje, maar die hebben we op het laatste bijgepakt. Want waarom hebben die er even bijgepakt? We hebben een set. Juist, we hebben een set. We wilden dan niet zeggen, dit waren er 3. En we hebben ook een set, daar zitten er 4 in. Maar dit is de 4e. De naam van deze staat hier onder een beeld. Ja, ja. En als je de hele set koopt, dan betaal je maar €95. Dan heb je dat is een zeer goede prijs. Ja. Sorry, ik moet netjes zeggen. Ik zag bij onze oosterburen diverse handelaren de set aanbieden voor €115. We hebben €95 voor alle 4 de exemplaren. Dus krijg je alle 4 één exemplaar. Mooi. Ja, tof hoor. Dus deze, ik vind de rest al leuk. En vaak als je het eenmaal weet en je gaat het doen, zijn ze allemaal leuk. Alleen, je moet het even leren. Ja, en toch weer, omdat het bijna Sinterklaar is... Voor de prijsjes tussen de €25 en de €20 zijn natuurlijk ideale cadeautjes. Surprise cadeautje. Ja. Of cadeautje voor jezelf zonder iemand het weet. Dat is ook niet verkeerd. Zeker, dat is altijd goed. Dus daarom. Oké, dat waren de Tenjo's 2024. Nou, eierdopje zonder ei. Eierdopje. Er past ook geen ei in en dan valt hij eruit. Dopje. Ja. Dus stel je nou eens voor... Ik heb hier een, hoe heet het? Ja, een voetje zal ik ervoor. Een voetje? Ja. En ik stop op het voetje een dekseltje. Die legt er een dekseltje op, ja. Dan heb je dus het voetje afgedekt. Ja. En dan hoef ik alleen maar dit te doen. Ja, dat heb je gedaan. Ken jij de flikwallet woord? Van net? Ja. Dit is de knippaddenstoel. Want er verschijnt al... De knippaddenstoel. Een munt, nee, of verzin ik. Een muntje. Echte munt. Leuk, hè? Je kan het vergelijken met de Molenface die we hebben. Dit is de coin, coinface. Coinface, hout. Ja, mooi gemaakt ook. €25. En je kan ook munten verwisselen. Je kan munten veranderen. Ja, dat is hetzelfde. Verwisselen, verdwijnen, verschijnen. Het kan op zich. Hou op. Dat is mooi, hè? Nee, dat kan allemaal dus. Dat kan allemaal. En er kan tot een half dollar formaat in. Dus dat betekent dat alle euromunten sowieso erin kunnen. Ja. Mooi. €25. Nou. Die ging even snel. De Coinface Wood. Dat hoeft niet allemaal uit te doen. Nee, dat zeker niet. Even kijken, maar nu gaan we er wel lekker bij heen eigenlijk. Hou je van gokken? Zeker. Echt? Ben jij een gokker? Ja, ik ben een gokker. Een gokker, okay. Let op. Ik heb hier namelijk een rode diamant. Ja. Een tweede rode diamant. Ja. En een... groene diamant. Niks zeggen. Ik moet de groene in de gaten houden. Dat had je goed gedaan. Ja, goed gedaan. De groene gaat naar beneden. Ja. Voor elke fout antwoord kost het jou €1. Oké. Voor elk goed antwoord krijg je maar €1. Waar ligt nu de groene diamant?
Die had je naar onder gedaan, naar onder. Precies, daar ligt hij dus niet. Dat is de rode, dat is dus 1 euro. Nog waar ligt hij dus wel? Dan zal hij waarschijnlijk bovenop liggen. Bovenop, helaas ligt hij ook niet. Dat is dan 2 euro. Ik word dus blijft er één ding over en dat is? In het midden. Juist. En dat is dan 3 euro, ook geen groene. Dus dat is het idee. Er zei laatst iemand, ja, maar wacht eens even, ho eventjes. Ja, je gebruikt helemaal geen groene diamant. Nee. Helaas, dat is dan 4 euro. Toch? Ja. Haha. Waar ligt die groene diamant dus? Onderop lag hij. Ja, daar lag hij inderdaad, maar ligt nu bovenop, zie. Dat is dan 5 euro. Ik word arm. Dus hij ligt, het gekke is, hij kan ook in het midden liggen, zie. Dat is helemaal raar. Maar goed, dus was dan 6 euro. En toen zei iemand, volgens mij gebruik jij meer dan 3 kaarten. Ja, dat heb ik nu ook, ja. Ja, nou, het zijn eigenlijk 3. 1, 2, 3. Dat is echt het idee. Dus, dat is dan 7 euro. Maar ik weet het goed gemaakt, weet je. Als jij de kleur van de laatste kaart kunt raden, voor het idee, dus de rode en de groene. Als jij de kleur van de laatste kunt raden, dan is jouw schuld weg. Oké. Als je het niet goed raadt, dan wordt je verdubbeld naar 14 euro. Dit is moeilijk, dat is rood. Ja? Oké. Nou, je hebt geluk. Mocht je geen contant geld bij hebben, je kan bij mij altijd pinnen. Geen probleem. Nou, dit is een variatie op de Collemonte. Collemonte is niet meer in de handel. We hebben nu de Diamond Monty. Leuk, hè? Met de Nederlandse gebruiksaanwijzing. Verhaaltje moet ik ook verwerken. Het is ook voor mij, jawel. De eerste keer dat ik hem echt vertoon, laat ik het zo zeggen. Lang leven de kaartjes oefenen op één avond. Tussen alles door. Goed gemaakt, echte bicycle kaarten. Alles onderzoeken. En qua prijs, alles onderzoeken. Instant reset ook. En kost €9,95 met video-instructies. Precies. Dus de Diamond Monte. Leuk. Diamond Monte. Leuk ding. Ik ben wel blut nu, maar... Ja, nou was ik ook al. Ik heb met 20 euro ook al bij jou gedumpt. Oh nee, wacht. Cool. Heb ik wat leuks? Ik hoop het. We hebben nog niks gezien vandaag. Kijk eens, een kaartspel. Oké. Dat is nog niks bijzonders. Nou, niet echt. Nee, nog niet. Maar ik ga jou helemaal flabbergasten. Flabbergasten. Ik flabbergast, jij flabbergast, wij hebben geflabbergast. Ja, precies. Werkwoord. Ja, in de verleden tijd flabberozen, toch? Zoiets. Nou, een speelkaart. En ik vouw hem even door de helft. Mag dat? Dat is jouw kaart. Voor mij mag dat. Oké. Okay. Doe ik hem door de helft, zo. Hop. Waarom zit er trouwens een snee in de doosje? Ga ik je nu laten zien. Stop. Ik heb een snee in het doosje, dat zei je al. En ik heb even een speelkaart door de helft gedaan. Ik ga wat bijzonders doen. Ja. Ik ga namelijk deze speelkaart ga ik zo in het doosje stoppen. En sterker nog, ik ga hem zo erin stoppen dat hij hier uitkomt. Nou hebben wij een speelkaart. Oh, stop. Je hebt niet laten zien dat er nog meer kaarten in het doosje zaten. Nee, maar die zit er ook niet in. Ja, daar dacht ik al. Nee, die zitten niet in. Doe het zelf truc. Maak een steen in een leeg doosje, haal de kaart eruit en stop. Ja. Nee, dit is, ja, precies. Nee, het is leuk. Wil jij trouwens de kaart even uithalen weer? Hop, ja. Het is wel leuk om te vertellen, er zitten geen kaarten in het doosje. Want in het doosje, is wel leuk om te vertellen, zit namelijk een blok. Wat? Amelilium. Trucje. Komt dat blok vandaan? Uit de winkel. Ja, leuk hè? Ja, dit verkochten we al een paar jaar geleden. Heet het Knife Through Steel Blok. Ja. Was van de markt, was er niet meer. En toen kwam 2 weken geleden zo dit terug onder de naam Car Through Aluminium Blok. Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat aluminium is gemaakt. Aluminium is een zacht metaal. Het is gemaakt van aluminium, dat is een zacht metaal. De originele versie was met een mes. Nou, en als je met een mes langs aluminium schraapt, kan het zijn dat je het blok beschadigt. Dus ik kan me voorstellen dat ze ervoor gekozen hebben om de aluminium versie met het mes te veranderen in die met een kaart. Want het is het risico dat je blok beschadigt gewoon veel minder. Ja. En dat heeft meer te maken met de werkingen van ook. Ja. Ik denk dat dat het is, maar dat weet ik niet. Maar je kan het gewoon met een mes doen, overigens. Zeker. Kan gewoon. Ja. Alles wat zo plat is en wat in principe kan. Door een mes kun je dit prima doen. Dus we, super ding. 42 euro, nee, 45. Hoe duur is dat ding eigenlijk? Ik heb hem hier. Kaart van Animo, 45 euro. 45 euro. Oh, 45. Ja. Ik heb ook een doosje trouwens. Daar zit een
kaartspel in. Oh, gelukkig. We gaan een kaartweekje doen. Kaartspel in. Ik haal er even de kaarten uit. Even kijken. Tududum. Zo, dit is een nieuw spel. Dat hebben we al gezien. Zo, wacht even. Hopsakee. Ik heb twee kaarten eruit, zo. Er werkt maar eentje nodig trouwens, maar goed. Door. Ja, maar niet uit. Ik heb eentje nodig. Doosje gaat dicht. Vouwen we ook even, zo. Klopt het als en, ik zeg dat hier ook eens D in zit? Ja, dat klopt. En dan kun je een kaart doorheen stoppen. Ook? Oh ja, dat is toch het flauwe. Dus, dat heb ik net gedaan. Zijkant kan ik ook zien. Ja, precies. Ja. En voilà. Het ziet er bijna naar uit dat dit ook zo kan. Ja, hoor. In de volle. Past ook nog. Kijk, zie je, dat is het idee. Die truc had ik al gedaan. Ja, precies. Dit is ook de versie waar geen aluminiumblok uitkomt. Dat moet ik even bij zeggen. Oh. Nee, dat zou flauw zijn. Ja. Dit doosje heeft namelijk een houten. Oh, ook mooi. Ook mooi. Ja. Beetje flauw, maar goed, de twee versies komen tegelijkertijd uit. Ja, heel mooi. Ook deze mensen, we hebben, hier kan je dat zien dat er een spel in zit. Dat was niet geoefend, sorry daarvoor. Het is allemaal echt even prepareren voor deze update. Waarom online gaat dit ding als een tierenlier? Ja. Maar klein verhaaltje erbij. Dit is normaal niet te verkrijgen bij goochelwinkels. Ik heb zelf Hans en Chan herhaaldelijk gevraagd. Kunnen we dat alsjeblieft kopen voor onze winkel? Zei hij nee, het is gewoon te duur. Wij kunnen niet een korting geven. Wij hebben korting nodig, anders kunnen wij niet bestaan als winkel. We kunnen deze niet met korting verkopen aan winkels. Nou, die vraag werd blijkbaar meer gesteld door andere dealers. En Hansen heeft één uitzondering gemaakt. Hij heeft gezegd, ik maak één keer een partij. En die gaat naar een aantal dealers. Illusionist, wij, nog wat andere dealers. Eenmalig krijgen die een partijtje. En dan is het klaar. Nou, we hebben er nu nog, ik denk, 4 of 5. Daar zijn ze op. Als er nu niet online bestellingen zijn, want die hebben we vandaag niet gecheckt. Daar zijn ze op, kom ik niet meer terug. Hollywood is deze. €159. Ah, heel mooi gemaakt. €45. Ja. Nou, als je hier zou komen en het verschil zou vragen, zou je kunnen laten zien wat het verschil is. Houd het in aluminium. Ja. Nee, maar het mechanisme werkt anders. Voor een deel anders. Ja. Waardoor, als mensen bijvoorbeeld hier op de zijkant zouden kijken, als je zou weten hoe het werkt en je ziet dit, denk je... Dat is het. Mist. Dat is het. Plus, je hebt het extra erbij zitten. Maar dan krijg je bij Kato Aluminium Blok ook dat je eerst een kaartspel kunt laten zien en dat het verandert in het blok. Dat is ook nog mooier. Alleen dit doosje was zo nieuw dat ik zo net even zat te frummelen. Dat heeft gewoon te maken dat het nieuw was. Helemaal nieuw. Ah, en ook al weet je het, je ziet het niet. Nee. Ik vind dat waanzinnig. Ja. Hollywood is €159, Kato Aluminium Blok €45. En als je op de site kijkt en denkt, ze hebben Knife to Steel Blok ook weer. Ja, dan krijg je exact hetzelfde. Ja. Maar die hebben we gewoon geactiveerd, want heel veel mensen vroegen, wanneer krijg je die weer? Wanneer krijg je die weer? En als ik die weg zou halen, denken mensen, oh, dan komen ze nooit meer. En nu zien ze in ieder geval dat het artikel weer voorradig is. Ja. Ik zal het liggen, maar... Ik heb nog wat hoor. Oh. Ik heb nog wat. Nee, ik niet. Ik heb hier namelijk dit. Oh ja. En ik heb jou vaker gevraagd, want we hebben natuurlijk wel zo vaak gezien in alle video's. René, mag ik gebruik maken van jouw ring? Dat mag. Ja? Mag. Oh, dat vind ik video. Zou je die van mij erin willen stoppen? Hij zit erin. Mooi. Je hoort hem ook, hè? Heel ja. Goed. Jij ziet hier een ja. Zou jij eens willen draaien? Dat is namelijk een poetsmachine. Echt? Jouw ring wordt het... Ho. Dit Niet goed? Heb je hem over... Je hebt toch niet over dat wiel... Ja, ik kon niet zien. Ik heb hem gewoon erin gegooid. Jij zei, gooi erin, ik heb hem erin gegooid. Ja, wacht even. Stop maar. Niet doen. Oh, okay. Dat betekent dat hij niet schoon is? Ja. Ik maak de keer dan. Normaal gesproken zou je de ring die in de machine is op elke willekeurige plaats kunnen laten verschijnen. Maar mijn ring niet. Jouw ring ook. Jouw ring ook. Want jouw ring ligt natuurlijk, ja, dat wist jij natuurlijk niet, maar ligt natuurlijk hier onder het matje. Ja. Sorry. Afijn. Improvisatie. Ja, snap ik. Dit is de ring grinder. Ja. Je moet het meer zien als gag. Ja. Wat is het? Er zit een mechanisme in die het
geluid maakt. Ja. Maar dat is niet het enige wat erin zit. Het verhaal is als volgt. Je leent erin van iemand in het publiek. Je zegt dat het een poetsmachine is. Je begint te draaien. Nou, maak ervan wat je wil. Maar het leuke is deze ring grinder. En dat mag ik wel laten zien. Ja. Heeft een hele leuke optie. Want je ziet namelijk. Ik had glitter erbij gepakt. In goud en zilver. Ja. In dit kastje zitten. Nou, ik weet niet of jullie het zien. Twee compartimenten. Twee compartimentjes. Ja. En die compartimentjes kun je open en dicht doen. Dus het gouden gedeelte. Of het zilveren gedeelte gebruiken. Dus als je iemand hebt met een gouden ring, dan zet je het gouden compartiment open. Je gaat draaien. Dit doe je erin eerst, goudpoeder. Goudpoeder. Dat is het idee. Ja. Je gaat draaien en je snapt wel, als er dan opeens goudpoeder uitvalt, dat mensen echt wel shit, en nu? Ja. Dat hebben we hier niet gedaan, want dan is het, dan hebben we de komende 4 weken hier. Dus ik was maar te volgen. Het is al bijna kerst, maar... Ja. Heel leuk ding. Nou, gewoon, je moet het zien als gag. Als leuk grapje. En dan kun je de ring op elke plek... Ja, het is een verdwijning ja. En gag in één. Ja. Ik doe inderdaad altijd een kleine ring en dan leen ik hem en dan zeg ik, gadver, houd hem niet echt bij, hè? Nee, maakt niet uit, heb ik iets voor. Zo doe ik het en dan, ik geef de mensen zelfs ik heb een gebruiksaanwijzing gemaakt. Oh. Laat ik mensen voorlezen. Oh, leuk. Oh, ja. Oké, dan zou je even voorlezen. Ik haal hem uit de doos waar mensen bij staan. Nieuw, bubbelfolie. En dan zeggen mensen, ik zal even voor, oké. U heeft de ringpoetser 2000 ontvangen, zoiets. Aan de bovenkant zit een gat, werp daar de ring in. Oké. Draait u en vervolgens aan de hendel aan de voorkant. En dan draai ik aan de hendel. Bijvoorbeeld zelf. Nadat u heeft verzekerd dat de ring niet blauw is. Zoiets. Oh. Chips, ja. Uiteraard heeft u eerst het knopje aangezet voordat u de machine heeft gedraaid. Allemaal dat soort dingen. En dan denk je, oh, weet je wel. En indien je deze dingen niet opvolgt, wensen we je veel succes. Zoek jezelf maar uit, zoiets. Adres van de jubilee. Ja, en dan hou je de kast op de kop en dan komt de poeder eruit. Nou, en dan heb je ring is dus weg. Ja, weg, die is er nog, maar die kun je dan laden. Zo breng ik hem. Ja. Dat is echt een gag, maar hij laat ook je ring verdwijnen. Ja, het is, zeker. En dan kun je hem overal tevoorschijn halen waar dat je wil. Ja. Het is een leuk ding. 99,95 uit mijn hoofd. Ja, Ring Rider. Ja. Nou, leuke gag. Je krijgt daarbij... De twee potjes zilver. Als ze op zijn. Zilver en goud. Zilver en goud, sorry. Ja, let op, bedoel je. Ja. Als ze op zijn, er zijn winkels in Nederland die vrij goedkoop zijn. Dan moet je even voor een action kopen, maar dan heb je ook weer refills. Ja, snap je? Ja. Ring, hier nog. Let op, alsnog, potje, hè? Dik. Ja, sorry. Dik. Echt zo, ja. Heb jij nog iets? Zeker. We kunnen nog over zoveel dingen kletsen. Raar, hè? Ja. Dat is een boekje en jij kent hem persoonlijk volgens mij, hè? Ja. Van Gilly, uit België. De Belgische mentalist, comedy mentalist vind ik het ook wel, heeft een boekje uitgebracht. En het bevat 50 trucs waarmee je vrienden en familie kunt imponeren. Nou. En het zijn zowel kleine mentale trucjes als gewone trucjes met bekers en alles. Erg leuk, je leert gedachten lezen, noem maar op. Alles in het Nederlands, voorzien van tekeningen ook nog. Sommigen hebben QR-codes met video's erbij. Het is een erg leuk boekje als je nou iets leuks zoekt voor een surprise of voor Sinterklaas of wat dan ook. Klein, voor de prijs van €25 hoef je niet te laten. 71 pagina's uit mijn hoofd. Ik zal het goed onthouden. 173 pagina's. Boordevol met leuke trucjes die iedereen kan leren. Nou ja, laten we zeggen vanaf een jaar of 12. Dat je in ieder geval wel begrijpt wat er in zo'n boekje staat. Aanrader. Aanrader. Raar, hè? Van Gilly, €25. Mooi. Boekske. Heb jij nog wat of zal ik nog wat doen? Doe jij maar iets. Ik was aan het kijken. Ah, heb je nog iets dan? Nou, ik heb nog genoeg, maar niet zozeer dingen die ik kan laten zien, maar wel waar ik het over kan vertellen. Ja. En wat ik wel heel leuk vind, is dit blikje cola. Dat is... Ken Possible. Ken Possible, ik heb het mechanisme gezien van binnen. Met dit blik kan je 3 verschillende dranken schenken. Ja. Dat is het idee, hè? Ja, dat is wat het kan. Dus stel je voor, je stopt dit in een papieren zak. Stel voor. Je laat een toeschouwer, desnoods maak je blanco kaartjes met drankjes erop. Cola, sugar, iced tea, bier, weet ik veel. Mm-hmm. Je zegt 2 toeschouwers, pak je erbij, of misschien wel 3. Zeg je, pak een kaartje. Dan pak je papieren zak, zeg je, met dit blikje erin. Ik heb een voorspelling. En ik hoop dat jullie allemaal hetzelfde gekozen hebben dat het exact matcht met mijn voorspelling. Ja.
Nou, tadaa. En dan, ik tel tot drie, noem jullie allemaal jullie drankje. 1, 2, 3. En dan hoor je bijvoorbeeld, Shidran Shinas Iced Tea. Ik noem het graags. Oeps. Oké. Okay. Je haalt het blikje uit je zak. Niet cola. Nee. Oeps. Nou, pak een glas. Wat had jij? Shidranch. Tik, 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 tik. Shidranch, oké. Okay. Jij had iced tea. Nou, tik, 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 tweede glas, iced tea. En mensen kunnen het allemaal uitdrinken en het werkt al. Het zit allemaal in het blikje drie verschillende dranken. Ja, en dus het is met moderne technologie gemaakt. Want ik heb in het blikje gekeken. Full 3D, En dit is versie 2. Versie 1 heb ik gezien, dat waren aan elkaar gelijmde compartimentjes. Maar dit is echt, je hebt gezien ook net, fantastisch. Ja, ik ga het nu niet laten zien, maar het is heel goed gemaakt. En ik zei, de wissel is enkel door dit te doen, wissel je zeg maar van drank. Dus dat is hoe je wisselt. Goed hoor. En het is je verhaal helemaal verantwoord. Echt goed gemaakt. We hebben ook voor een hele strakke prijs, $54,95. De adviesverkoopprijs is $75. Dus moet je bij twee optellen, is €90. Wij hebben voor $54,95 rechtstreeks vanuit de fabrikant. Oh, ik dacht al, jij wil geen winst maken. Dus zeer tof. Mooi. Zeer tof. Ja. Klinkt een beetje Belgisch, zeer tof. Nou ja, dat is ook zo. Ken Possible. Ja, ik heb nog steeds geen nieuwe dingen, dus ik... Ja. ik wou nog iets... Heel nog wat. Spelkaarten. Yes? Ja, gezien. Oh. U mag... Nou, ik ben niet onder. Zoek een kaart uit, zie je zelf wel. Mag ik pakken? Ja. Laat hem maar de camera zien, ik wil hem niet zien. Het is gelukt. Hier nog, ja. Ja. Okay. Wat gaan we nou doen? Ik moet er even bij zeggen, deze truc is eigenlijk mooier als je hem staand vertoont. Daar is hij eigenlijk op gemaakt. Daar komt hij mooi tot zijn recht. Het idee is als volgt. Je laat de kaart kiezen, zoals we nu gedaan hebben. Dat is het idee. En dan ga je het spel neerleggen. Zo. En zo. En dan gaan we ons concentreren. En dan gebeurt dus eigenlijk dit. Zie je? En heb jij, welke kaart heb jij gekozen? Een klaver 9 had ik. Klaver 9. Mooi, 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 mooi. En dat is het leuke. Ik ben lui aangelegd. Ik ga het echt niet met mijn hand het spel pakken. Want ik laat het andersom me gebeuren. Ik laat het spel met mijn hand. Mooi, hè? Nou, dit is eigenlijk met deze belichting niet ideaal, zeg ik erbij. En dit is staand 10 keer mooier. Want ik ben nu beperkt. Het zit een beetje zo. En normaal werk je van bovenaf. Ja, maar het is wel mooi hoor. Maar het is uiteraard Leviosa. Als je wil komen kijken, kom naar de winkel, laat ik het je zien zoals het wel hoort. Maar dit is een beetje pruts, want je zit echt een beetje te... Zit, ja. Ja, dus het is de afstand als het veel langer is. Ik ga het gewoon van de grond helemaal omhoog. En ook deze is instant reset. Dus als je nou denkt, ja, dan moet je weer van alles doen. Nee, het is instant reset. En het is gewoon echt, en het is geen verkooppraatje, heel goed gemaakt. Heel goed gemaakt. Van John Miranda. Ik ben gek op, wat mag ik zeggen, IT-effecten. Informatietechnologie, laten we het over noemen. Ja. Er staat ergens anders voor. daarom vind ik dit gewoon heel tof. Ja. €235, Leviosa. Heel tof. Ook dit effect is natuurlijk fantastisch, ook voor het podium. Ja, kan ook. Maar stel je voor dat je dit gewoon ergens doet. Laatst hadden we een etentje met de goochelclub. En iemand had ook bij zich en die liet het even zien. En ik wist wat het was. Maar het is als dat ding van de grond omhoog zweeft, niemand ziet aankomen. Je bent heel vrij in je beweging. Je kan alles doen dan. En plotseling dit en het spel. Ja, mooi hoor. Mensen worden helemaal gek. Ja, ik zit hierbij en ik vind het daarom fantastisch. Dat is het. Oké, tot zover. Leviosa. Ik heb nog wel, over mooie sets gesproken. Ik wil het met liefde doen, maar de Cups en Balls cultuur hebben jullie waarschijnlijk 100 keer gezien. Ga ik niet doen, maar we hebben een nieuwe set binnen. Wow, hoe zwaar en is dit? Dit is wel van... Het is wel bijna een kilo, joh, als je dit vasthoudt. Het zijn... Je zorgt ook. Ja, het is waanzinnig. Ik overdrijf het niet. Het is heel mooi gemaakt. Dit is namelijk, als ik het goed zeg, de Artistic Combo Cups and Balls. Ja. Wij hadden al de Age versie en de Copper versie, maar niet in een Combo versie. Ja. Ook schitterend mooi. En deze is nu uitgebracht. Ja, ik vind dit
ook qua gewicht is dit echt... Ja, dat is niet normaal hoe zwaar het is. En wat je hier hebt, dit is geen gewone cups en bowls set. Nee. Maar je hebt één van deze bekers, een chop cup. Dus dat betekent dat je een chop cup hebt en twee normale bekers. Daar kun je allerlei routines mee doen. Er zitten overigens geen instructies bij, geen video-instructies bij. Je krijgt enkel deze set, maar... Ja, heel mooi. Echt heel mooi gemaakt. Ook de prijs, hij is niet laag, laat ik het zo zeggen. €329, maar nog altijd een goede prijs. Ga gerust online zoeken. Qua gewicht doet mij een beetje denken aan de Auken van Dokkum. Het is bijna nog zwaarder. Dit is gewoon bijna, als je dit zo pakt, denk ik bijna dat het een massieve beker is. Dat hij gewoon helemaal dicht is. Ja. Is niet overdreven, maar het is echt ook... Een hele mooie set. Ik doe niks gek, ik zet hem alleen maar neer. Ja, heel mooi. Heel tof. Van TCC, en ook de verpakking heet. Het is een beetje alsof je je kindje in bed legt, zeg maar. Toch? Ik vind het echt een. Drie ballen en een reservebal erbij. Kijk, het is echt schitterend mooi. Zakje erbij. Oh. Wat was het, waren de dingetjes? Dat was. Hoe noem je dat weer? De vlies. Vliesdraaikoortje. Vliesdraaikoortje. Ja, artistic capsule, €329. Ja. Top. Ben je er? Wacht, hier staat nog iets. Ik zag het je net neerzetten inderdaad. Oh, ja. Het houdt niet op, Matt. Het houdt niet op. Nee. Want we hebben nog... we hebben al... verkopen verschillende soorten kleurboeken. En de kleurboeken bedoel ik mee een boek wat... Verkleurd. Ja, wat eerst leeg is. Dan heb je lijntjes erin. En dan heb je kleurtekeningen. Ja, dat is welke versie. Je hebt een drievoudige, dat is de standaard. En een viervoudige, dat is waar je tussendoor ook nog alles heel slot gekleurd is met was krijgt. Maar ze hebben nu, Murphy's Magic heeft nu ook sets gemaakt. Nou, niet nieuw bedacht, want het was vroeger Royal Magic maakte die sets ook al. En wat zit hierbij? Hier zit, ik zal er eentje openmaken, wordt hier. Echt? Ja. Zit er ook een plakmaatje op? Ja, nee, is een plak, ik weet het niet. Nee, dit is eigenlijk een complete set. Dit is eigenlijk, als je deze set koopt, heb je een 10 minuten showvulling. Je krijgt zowel waskrijtjes erbij, een goochelstok en het kleurboek. En de waskrijtje is leuk, want die waskrijtje is een doosje met waskrijtje uiteraard. Maar als je dit doet, zijn die waskrijtjes verdwenen. Hij heeft niet eens uitgepakt, hè? Normaal moet je uit de verpakking halen. En dan zit uiteraard de kleuren in je boek. Dus hier heb je een hele set van alles bij elkaar. Ja. In een mooie verpakking ook nog. Dus ook als je cadeau geeft of zo. Ja, het ziet er ook wel mooi uit. Ja. En ook voor een leuke prijs. Dit is de drievoudige versie. Kost €18,95. En dit is de viervoudige versie. Die kost €21. €21. Nou. Overigens hebben we nog altijd de originele standaard goochelkleurboeken. Magic Calling Book hebben we ook. €10. Voor ons in stapel tientje. Ja. Hebben we ook nog gewoon. En eventueel, als je echt helemaal blanke wil laten zien, hebben ze ook. Ja. Er wordt niet meer gemaakt, er nog één boek. Eentje ligt er ook in en dan compleet blank op onderzoek gezet. Ja, ik wist ze altijd op, maar goed. Ja. Ook leuk. Top. Goed hoor. Zijn we er nu? Ik zeg, we zijn er. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze update. En aangezien we niet weten wanneer de volgende komt, zou ik zeggen, fijne Sinterklaas, fijne kerstdagen, fijne jaarwisseling. Misschien doen we nog, zeggen we het nog een keer, maar in ieder geval bij deze. Ja, precies. Er is een lezing in het verschiet, 5 maart, Matthew Wright. Heel leuk. Staat nog niet online op de site, we wachten nog op meer informatie. Maar die gaat in ieder geval door hier in Velden, dus zet in je agenda als je wil komen. S'avonds om 8 uur, Matthew Wright. Matthew Wright kun je van allerlei effecten die hij ook het laatste jaar heeft uitgebracht, best wel veel al. We hebben hem al eerder gehad in de lezing. Erg leuke man. Entertainend ook. En super vriendelijk, dus echt een aanradertje. En voor de rest, zorg dat je op tijd bestelt. Of het dan voor Sinterklaas is of voor kerst, bestel niet op donderdag als je het op vrijdag moet hebben. Nee. Wij kunnen het wel versturen, maar, de postbedrijf, we kunnen niet hè? Garanderen dat DL of PostNL het dan meteen bezorgd. Dus doe dat alsjeblieft op tijd. Het is niet onze verantwoording als een pakketje niet op tijd komt daardoor. En we doen ons best om alles zo snel mogelijk de deur uit te krijgen. Maar ook wij zijn beperkt. We hebben allemaal 2 handjes. Dat zeg je goed. Wij krijgen het wel uit. Maar je weet niet hoe het bij de postbedrijven gaat. Volgens mij met kerst. We krijgen nu ook zo'n Black Friday. Ik kan me indenken dat het de komende weken complete chaos is. Dat iedereen Black Friday dingen doet. Dat is gewoon een extra, hoe heet het, logistieke probleem op gaan leggen. Precies. Dat was het, hè? De rest, volgens mij zijn er niet echt speciale openingstijden tijdens kerst. Want kerst valt volgens mij allemaal in het weekend, als ik het goed heb. Zo niet,
staat het op de website, kun je het vinden, maar we zijn in principe gewoon ook in de kerstvakantie en als gewoon normale openingstijden geopend. Mooi zo. Mensen, we zijn er. Tot de volgende. Bedankt. Adieu. Doei.